Goedendag dames en heren, en vandaag ga ik met oma een aantal straattalwoorden doornemen, oma. Ja. Yes. En deze woorden hebben jullie opgestuurd, dus die ga ik vandaag met jullie doornemen. En ik ben benieuwd of oma ze kent, dus ja. We gaan het gewoon weer doen. Oma, we gaan makkelijk beginnen. Wat betekent Mattie? Mattie, ik zal het even voordoen. Jij bent een goede Mattie van mij, man. Jij bent een goede Mattie van mij. Ben ik een goede Mattie van jou? Jij bent een goede Mattie van mij. Ik ben een goede maat. In één keer goed, een goede maat. Nou, oma, in één keer goed. Mattie, twee. De volgende. Mattie, ga je mee naar vissen? Ja. Mattie, ga je mee naar vissen? Mee gaan vissen. Nee, niet vissen. Ga je mee naar vissen? Dan gaan we op. Luister, vissen, dan kan je heel goed drinken. Wat is een vissa? Harde muziek. Een restaurant. Bruh. Als iemand jarig is, wat is het dan? Feest. Vissa betekent dus. Ja, maar die tol, die ken ik helemaal niet meer. Nee, maar dat doen we nou te oefenen. Oké. Dus, ja. Vissa betekent? Feest. Feest. Nou, op je tijd. Oké, okay, dat is nummer 2. Op een vissa, dus op een feest, ja. Is vaak fitty. Fitty. Wat zegt u? Fitty. Zeg het, zeg Rijkers. Vechten! Vechten! Eén keer weer in één keer goed. Oké, nou. Ja, weet die. Nou, die woorden hebben we dus nou doorgenomen. Maar wat betekent nou? Ewa, fucka. Fokken. Niet fuck you. Niet agressief worden nu, hè. Ze zijn de kijkers en hartstikke jong en dan ga je een beetje fokken, jongen, is te zeggen. Nee, wat betekent nou? Ewa, fucka. Ewa, fucka. Als ik bijvoorbeeld aan u aan de deur klop. En dan zeg ik, hoi oma, ewa, fucka. Oh, nou, dat het goed ging met mij. Dus, hoe gaat het? Ja, overhaald. Ja, nou, dat heeft hij wel goed. Ja, maar ja, ik ben allemaal niet zo intelligent als jij, jongen. Nee, dat is wel fucker. Je moet niet gaan snitchen. Niet snitchen nou, oma. Niet snitchen. Waar moet u aan denken als u dat woord hoort? Snitchen. Wat denkt u dan aan? Bruh. Niet veel, denk ik. Wist je nog die ene keer dat ik met mijn broer langs kwam met de auto? Toen wij geen rijbewijs hadden. Toen wij tegen u zeiden, oma. Oh, dat doe ik het. Niet snitchen. Wat betekent dan snitchen? Nou, dat je dat niet mocht doen. Met je auto. Ja, het mocht niet, maar wij zeiden tegen u niet zeggen tegen mama. Dus dan zou hij. Oh ja, dat deed ik. Ja, dan dus weet ik het al. Dus wat doe je dan? Ja. Wat betekent snitchen dan? Ja, nou, dat ik. Want u heeft gesnitcht, u heeft het gezegd. Hey. Snitchen betekent dat u niet mag verraden. Maar u heeft maar wel verraad. Dus daar ben ik boos op u. Ja, bekijk het maar. Ik heb het goed gelaten. Voor een woordje, foto's. U maakt de hele dag door foto's. Foto's. Foto's, nee. Ga je kom binnen? Ja. En ik heb een clownsneus op. Wat doet u dan? Focus. Focus, nee. U moet uw eigen woorden gaan keren, hè? Ja. Dat is dan een eigen straattaalwoorden. Maar wat betekent foto dan? Dat betekent grapjes. Oké. Okay. Foto betekent grapje. Okay. Dus als ik aan u vraag, nou, wat betekent fatu? Ja, maar het zijn allemaal zulke intelligente woorden. Ja, maar wat betekent het fatu? Dus? Ik heb het net gezegd. 2 seconden geleden heb ik het gezegd en nu is het alweer vergeten. Ik ben het alweer vergeten. Ik ga het zoeken achter de bank. Achter de bank, nou. Daar ligt het in. Stel voor, ik zit hier op de bank. Ja. En ik laat een dampoe. Een dampoe. Wat is een dampoe? Is dat nou toch alweer een dampoe? Schiet. Wat zegt u nou? Scheet. Ze heeft in één keer heeft ze het goed geraden. Dampoe? Ja. Ze zegt gelijk scheet. Ik ben toch nog goed intelligent in mijn bovenkamer. Ja. Stel voor, oma. Ik loop in de stad. En ik kijk om me heen. En ik zie een chini. Ik zie een chini. Wat? Dat is nog toch alweer een chini. Wat betekent chini? Een moeder en een kind. Nee, niet de moeder niet. Ja, dat was de moeder. Ja, maar het kind was ook heel jong. Ja. Maar, zelf hoorde liep één vrouw op straat en ik zeg, oh, maar kijk die Chimmy daar. Oh, nee, ja. Wat betekent dat dan, Chimmy? Nou, ja. Komt-ie? Chimmy ja. Betekent? Kijk, daar loopt, nee, dat is eigenlijk geen Chimmy, dat zijn 2 oude mensen. Maar, zelf. Dat ben ik, hoor. Nee. Ja, maar jij bent ook geen Chimmy, niet meer, nee. En een vriend? Nee, geen vriend, nee. Knappe vrouw. Wauw. Wat betekent één donnie? Dit gaat over geld. Maar dat zou ik al wel zeggen, het gaat over geld. 1 donnie. Een euro. Nee, geen euro, dat is eu. 1 eu, dat is een euro. Och, maar wat is een donnie? Die zet toch aan de moeilijke, zijn de moeilijke vragen. Ja, oké, nou, dan doen we alleen maar deze. Wat is een donnie? Het heeft met geld te maken. Dollar. $1, oma.
En wat is die Illuminati? Ja, ik heb dat ook wel een keer gehad, dat ik een keer thuis was. En toen stond de Illuminati aan mijn deur, hè? Voor mijn verjaardag heb ik vandaag 2 donnie gekregen. Dus hoeveel heb ik gekregen? 20 euro. 20 euro. Dus 1 donnie is? De helft. Dus? Ja. Dus 1 donnie is? De helft, zeg ik jou maar nog. Dus de helft is? Van 20 euro is? De helft van 20 euro, weet je niet. 10 euro dan. 10 euro. Kijk, oma, helemaal goed. Vond je nou dat oma goed de Satanwoorden heeft beantwoord? Geef dan een like en laat ons ook weten van welke video moeten wij de volgende keer maken. Misschien een hele andere soort video. Laat in ieder geval hieronder de vragen achter die ik met oma de volgende keer kan beantwoorden. En wil je nou de vorige video zien die ik met oma heb opgenomen, moet je eventjes hier klikken. Hier moet je klikken, oma. Dan gaan ze naar de vorige video toe die ik met oma heb opgenomen. Waarin wij ook een aantal leuke vragen hebben beantwoord. En ja, wat vond u ervan, oma, van deze video? Vertel het eens. Ja, het ging goed. Het ging goed, hè? Nou, is toch nog een keer een leuk video kunnen opnemen. Nou. Maar in ieder geval, abonneer op dit kanaal, reageer. En dan zien wij jullie gewoon de volgende keer. Alweer terug. Alweer terug. En wij zeggen dan hier in Brabant zeggen wij... Houdoe! Houdoe!